wifi-tracking is om te zien van waar bevinden de bezoekers zich in Enschede, hoe vaak komen ze terug, hoe lopen de looproutes en wat kunnen we daar in de toekomst mee om Enschede als stad beter te maken en de bezoekers naar hun zin te maken. Als je je wifi hebt aanstaan op je telefoon, dan is je telefoon continu op zoek naar wifi-netwerken. En daarmee schreeuwt hij eigenlijk de hele tijd in het rond, ik zoek een wifi-netwerk. En dat schreeuwen van je telefoon, dat wordt opgepakt. En als er dus meerdere wifi-punten verdeeld staan over een stad of over een winkel, dan wordt er gewoon gekeken van waar horen ze jouw telefoon eigenlijk schreeuwen. Dus waar ben jij in de buurt? En kan daaruit bepaald worden ja, hoe jij je dus loopt door een winkel of door de stad. Het feit dat het voor hun interessant is en dat het kan, wil niet zeggen dat het een goed idee is. Dave Borg. Huis weet alles van data en datastromen. Hij vindt het maar niks dat sinds ruim een maand via mobiele telefoons van bezoekers bekeken kan worden hoe zij zich door Enschede bewegen. Ik ben sowieso heel erg bewust van privacy en alles wat daarmee te maken heeft. En privacy is in mijn optiek dat je zelf aangeeft wat je wel of niet deelt. En als je dan zelf de keuze maakt om iets wel te delen, ja prima, dan is dat aan de persoon zelf. Jorik Heijns heeft totaal geen problemen met het delen van zijn privacy. Als jij op Facebook zit en jij komt op een website waar een Facebook bannertje staat met icons op Facebook, of waar zelfs een Facebook pixel, een verborgen pixel van Facebook geplaatst is om advertentieinkomsten te meten. Ja, dan wordt al door Facebook geregistreerd dat jij op die pagina gekomen bent. En Facebook maakt er een heel profiel van. Dus Facebook weet precies wie jij bent en weet uiteindelijk veel meer. Dus eigenlijk op Facebook zitten is ja, wel 100 keer zo gevaarlijk, als je het zo zou willen noemen, dan wifi aan hebben staan in een binnenstad waar jouw signaal getrackt kan worden. Het CDA in Enschede heeft moeite met wifi-tracking. Vooral omdat gegevens langer dan 24 uur bewaard worden. We hebben de wet bescherming persoonsgegevens. Dat is een groot goed in Nederland. Daar moet ook de gemeente Enschede zich aan houden. Er was wat onduidelijkheid over. En daar heb ik nadere vragen over gesteld. Hoe dit in zijn werk gaat. En hoe we zorgen dat de wet bescherming persoonsgegevens ook voor Enschede netjes wordt nageleefd. Heeft u al antwoorden gehad? We hebben antwoorden gehad. Het is inderdaad zo dat elke telefoon en iPad een MAC-adres heeft. En dat MAC-adres wordt binnen 24 uur omgezet naar een versleutelde code, zodat de persoonsgegevens niet meer te herleiden zijn. Daar ben ik het niet mee eens, want het wordt versleuteld op een unieke manier. Dus dan vervang je het ene unieke nummer met het andere unieke nummer. En als je dat vaak genoeg doet en lang genoeg doet, dan kun je nog steeds conclusies trekken. Verantwoordelijk wethouder Ilko Ehrenberg denkt dat dat wel meevalt. Ja, wij hebben daar met heel veel kritische mensen naar gekeken. Ik zou je alle technieken besparen, maar de conclusie is dat die encryptie waar het dan om gaat echt heel erg sterk is. En dat betekent dat de privacy van de mensen in onze binnenstad gewaarborgd is. Zo kunnen wij bijvoorbeeld zien dat vorige week hier bijna 250.000 bezoekers waren in de binnenstad. We zien ook dat mensen gemiddeld 1,5 uur in de binnenstad blijven. Dat wisten we nog niet. Dat is een nieuw inzicht. Daar kun je met elkaar over hebben. Wat zou je eraan kunnen doen om te kijken of je dat kan verlengen? Hè? Maar hoe veilig en hoe anoniem is wifi-verkeer nou eigenlijk? Dit is een ESP32. Dus eigenlijk een wifi-chip. Dit is puur om even te laten zien wat door de lucht heen gaat. En als ik dan... hij laat nou alle gegevens zien wat voorbij komt. Dit is gewoon het wifi-verkeer, ongefilterd. En als ik dan even een willekeurig pakketje pak, dan zie ik dat een Azure Ray-apparaat zoekt met een netwerk zoekt met Homey Setup. Dus dat is onze buren toevallig. En daar staan ook adresjes in. En als ik dan in de adresjes zelf kijk, dan zie ik op een gegeven moment het MAC-adres waar het om gaat. En dat ziet er dan uit als een hexadecimale code van een aantal getalletjes. Het ziet er heel vaag uit. Maar eigenlijk is dat gewoon een uniek nummer. Wat eigenlijk ook bestaat uit twee delen. Het eerste stukje is van de hardwareleverancier. Dus alleen aan een MAC-adres kun je al zien of het een Mac of een Galaxy phone of wie de fabrikant is. En vervolgens een volgnummer. Dus dat is een beetje wat een MAC-adres zelf is. En zo kan je met een kastje van een paar tientjes en een laptop al zien wie er in de buurt van een bepaald wifi-punt is en waar die naartoe gaat. Maar waarom zou een stad dit eigenlijk willen weten? Winkeliers, maar in dit geval ook gemeentes, proberen daar hun beleid op aan te passen. En dat jou daardoor eigenlijk als consument makkelijker en beter te maken. Welke manier dan? Want ik heb niet het gevoel dat ik dagelijks achtervolgd word door allerlei mensen. Nou, op het internet word je natuurlijk achtervolgd door cookies. En zo willen winkeliers in de winkelstraat ook kijken hoe ze beter op jou kunnen afstemmen. Dus als ze weten van, goh, mensen komen vooral van rechts langs onze winkel lopen. Dan richten we onze etalage zo in dat vanaf rechts je daar het beste zicht op hebt. Helemaal fijn voor de winkeliers.
toch? Voor winkeliers wel. Het feit dat het voor hun interessant is en dat het kan, wil niet zeggen dat het een goed idee is.